Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending. Ik ga even kijken of ik mezelf kan vinden, want ik zie dat ik volgens mij een hele langzame verbinding heb. Ik zie mijzelf nu wel even kijken op de iPad wat ik hieraan kan veranderen. We gaan het zo eens eventjes bekijken. In ieder geval even alles delen en dan zoek ik dan even uit of ik een iets snellere verbinding kan krijgen. Kunnen jullie ondertussen mij ook eventjes allemaal vinden? Nou, ik ben dus weer ietsjes eerder. Ik ben er om 3 uur in plaats van 3:30. Dat kwam mij vanmiddag. Tenminste, dat dacht ik gisteren zou me beter uitkomen. Achteraf denk ik van 3:30 was toch beter geweest. Maar goed, we zijn er. Volgens mij heb ik mijzelf gevonden. Jullie hebben mij gevonden. Ik heb elke keer dat hij zegt van live uitzending is onderbroken. Nou, het gaat lekker. Even zoeken. Nou, jullie zien mij geloof ik wel. Ik zie mijzelf nog niet. Ik ga het even nog een keer weer opnieuw proberen. Ja, dat is de techniek van tegenwoordig. Facebook is gewoon heel vaak aan het knoeien. Even kijken. Volgens mij zien jullie het wel. Nou, jullie zien mij wel. Dat is mooi. Nou, ik heb in ieder geval alvast wat klaar liggen. En we gaan vanmiddag gewoon beginnen met het nieuwe van Maya Design. Nou, ik heb daar wel eventjes wat over te vertellen. Want helaas... We hebben dus het kleine paperpad al wel binnen. We hebben ook het bijpassende kaartkarton hebben we binnen. Alleen de doos met de grote paperpads die is nog ergens onderweg. En ik hoop dat die zeer binnenkort bij ons binnen gaat komen. Die zal, als het goed is, vanmiddag bij ons nog wel bezorgd worden. Maar ja, hoe laat, dat durf ik even niet te zeggen. Dus die kan ik nog niet laten zien, maar ik kan dus wel het kleine paperpad laten zien. En in principe zijn de papieren hetzelfde. Dus bestel je de grote, dan zal het wellicht pas morgen verzonden worden. Nou, ik ben blij dat jullie alles wel kunnen zien. Het kleine paperpad kost €8,95 en het grote paperpad zal €18,95 kosten. We hebben deze keer niet de losse vellen, we hebben er alleen voor gekozen om de paperpads te nemen. Nou, er zit, Maya Design heeft altijd ontzettend leuk papier. Ik ben daar echt enorme fan van. En ik laat jullie gewoon even alles zien. Nou, deze keer zijn het hele mooie elfjes. Merry Christmas. Dit is de voorkant. Met aan de achterkant bijpassende ruitjes. Nou, ik hou altijd echt van deze collecties van Maya Design. Gewoon echt dat, hele... neutrale kers, zeg maar. Dit is dus ook weer dezelfde. Ze zitten er 3 keer in. Ook deze hele leuke, de elfjes. Santa elfjes met boompjes, kerstballetjes. Van allerlei items. Met aan de achterkant de hele mooie strepen in die traditionele kleuren. Dan komt die nog een keer weer. Een hele mooie met sterretjes in het rood. En aan de achterkant de mooie strepen. Ja, klopt. Maya Design heeft altijd heel mooi stevig papier. Ik ben daar echt heel blij mee. Een hele mooie met huisjes, boompjes, het autootje met de boom op het dak. Met aan de achterkant weer hele mooie traditionele strepen. We hebben er een met hele mooie rode sterretjes en een rood, figuurtje, wat is het? Zijn blaadjes, zijn hulstakjes, eigenlijk van alles door elkaar heen. Dan hebben we een groene met sterretjes. En met dezelfde tintjes aan de achterkant. Ja, klopt, er zitten ook hele mooie rustige tinten bij. Dit is gewoon echt, ik ben echt een fan van Maya Design en zeker van dit soort kerstcollecties. Ik vind ze geweldig. Dan een hele mooie met, kleine kerstballetjes, de mistletoe op de achtergrond. En een heel mooi groen design papiertje. Dan hebben we de een met kerstcadeautjes.
met een beetje het bruinachtige. Dus er zit ook wat richting de bruintintjes bij. Bruine ijskristalletjes met bruine sterren. Gingerbread huisjes, gingerbread poppetjes. Koekjes zitten erbij, zuurstokjes, van alles. Hele mooie ruitjes zitten er weer bij. Dan zit er ook in het paperpad nog een heel mooi velletje met van die kleine plaatjes. Ook die zitten drie keer in met aan de achterkant een effen velletje. Nou, dat zit dus in het paperpad van Maya Design. Die gaan we weer eventjes opruimen. En wat ik nog wel extra bijbesteld heb, is een los vel met cutting elementen. Want ja, die plaatjes die gebruiken we altijd wat extra. Die hebben we gewoon extra nodig. Dat is deze. Die hoort bij deze nieuwe collectie van de Happy Christmas. Dus dan heb je al die plaatjes nog een keer, ook de postzegeltjes ietsjes groter. En welke ik ook nog weer heb besteld is deze met de gnomes van vorig jaar. Die collectie hebben we wel bijna uitverkocht. Maar deze plaatjes passen ook weer perfect bij deze nieuwe collectie. Ook qua kleur. Dus dan kun je ook zeggen van nou, ik wil nog een paar van die leuke gnomes weer erbij. Kun je prima met deze Happy Christmas collectie combineren. Nou, wat heeft Maya Design ook altijd heel handig? Die hebben er ook bijpassend kaartkarton bij. En dat is in vier verschillende tinten. En wij hebben daar een pakketje van gemaakt. Dus koop je dit basispapier, dan krijg je dus een set van vier verschillende tinten voor €4. En dat is allemaal dubbelzijdig designpapier. Kijk, je ziet het wel. Deze shades is twee tinten. Dus beide tinten passen bij je papier van Maya. Deze rode heeft ook twee hele mooie tinten. Nou, en jullie zien wel, dit zijn echt traditionele kerstkleuren. Dus die passen eigenlijk bij elke mooie kerstlijn. Gewoon, het zijn gewoon hele mooie basisvellen. Dus dit zijn de vier velletjes van Maya Design. Mooie duo karton. Dus dat is te koop voor €4. En nogmaals, het grote paperpad komt dus ja, hopelijk vanmiddag nog binnen. En anders zal dat morgen worden. Deze ga ik eventjes opruimen. Dan gaan we over naar het volgende. Het volgende. Wat ga ik nu eerst doen? Even kijken. Nou weet je, ik laat gewoon even wat dingen van Carlijn Design zien. Van Carlijn Design hebben we ook een aantal nieuwe stansmalletjes binnen. En ik heb er nog geen voorbeeld van. Maar ik wil ze wel alvast even laten zien. Nou, dit is een hele mooie snijmal met de tekst fijne feestdagen in een cirkeltje. Je kunt het hier al wel zien. Je kan dus de cirkel gewoon zo dicht laten en daar zelf een plaatje op gaan plakken. Je kan hem ook openmaken, zodat je hem door bijvoorbeeld een shaker gedeelte erachter gaat doen. Kan je hier ook nog achter gaan maken. Daarbij zit ook nog een binnenste stansmal. En dan kan je dus ook binnenin ook nog leuk maken van fijne feestdagen. En dat is dus ook in een cirkel. En hier kan je hem ook in de kaart vast laten zitten. En je kan dus ook nog een losse cirkel uit gaan stansen. De stansmallen van Carlijn Design zitten altijd aan elkaar vast. Die moet je zelf even met een tangetje los gaan maken. Dus dit is een hele leuke mal voor €14,95. Dan hebben we de patooties. Of ik het helemaal goed uitspreek, weet ik niet. Op de website, en ik heb het ook in de link in de webwinkel erbij gezet. Of bij de productomschrijving. Dit is een basismalletje, die patooties. En daarmee kan je al die verschillende diertjes maken. Maar ondertussen zijn er al wel veel meer ideetjes geboren. Dus met één basisset kun je al die leuke figuurtjes maken. Zo'n setje kost €12,95 en kijk op de website van www.joselijnen.nl voor de leuke voorbeelden en voor het downloadvelletje hoe die dus opgebouwd moet worden.
Daarnaast hebben we ook het leuke setje met de Happy Smiles nu op voorraad. Ook leuke wolkjes, zonnetje kan je oogjes geven. Sterretje met oogjes, ook leuk voor geboortekaartjes. Die is €16,95. Dan hebben we een hele gave met de tekst gefeliciteerd. Dit zijn wat grotere stempels, stansmallen. Maar daarbij kan je dus heel erg leuk die letters allemaal uitstansen en weer op gaan plakken. Die letters kun je dus allemaal stuk voor stuk op gaan plakken. Heel misschien dat het me straks nog lukt om hem uit te gaan stansen. Maar ik durf het even niet 100% zekerheid te zeggen. Maar er staat in de webwinkel ook wel een leuk voorbeeld mee. Dan hebben we ook een hele leuke, dat is op slimline formaat met allemaal strookjes. Dus daar kan je heel mooi een strookjesachtergrond gaan maken. Er zijn ook al hele leuke voorbeelden mee gedaan. En wil je dus niet tot A6 gaan of niet op slimline formaat, kan je ook kiezen voor een A6 kaart. Dus dan heb je gewoon een A6 basiskaart. En dan snij je hem tot hier uit. Dan hebben we ook deze hele mooie. Kijk, fijne feestdagen. Ook voor een kaartje wat je gewoon snel een keer klaar kunt hebben. Je hoeft hier verder weinig op te doen. Het is ook heel erg leuk om hierbij bijvoorbeeld die paperblocks van Studio Light te gaan gebruiken. Met die, die gradient paperpads. Dus die kleurverloop hebben. Dan heb je de letters dus ook allemaal met kleurverloop. Superleuk. Ook met embossingpoeder is dat leuk. Dus dat zijn malletjes van Carlijn Design die we nu ook binnen hebben. Nou, langzamerhand komen er steeds meer spulletjes van Carlijn Design bij ons. Even kijken. Dan hebben wij nog meer nieuws. Ik ga gewoon rustig door. En we gaan nu eerst even door naar de Marianne Design Collectie. Nou, de Marianne Design Collectie is ook weer superleuk. Hele mooie knipvellen van Mattie weer. Nou, knipvellen van Mattie gaan bij ons altijd ontzettend hard in de webwinkel. Het zijn ook gewoon echt hele mooie plaatjes. Dus dit zijn de twee velletjes die deze maand uit zijn gekomen. Ik hoop dat jullie ook het onderste plaatje nog kunnen zien. Ik wacht even op de vertraging. Ja, hele leuke vosjes, vogeltjes, konijntjes erbij. Dus dat zijn de knipvelletjes. Nou, de collection, dat tijdschrift, kun je dus weer gratis mee bestellen. Daarin staan altijd hele leuke ideetjes ter inspiratie. Die wil ik jullie nu ook eventjes laten zien. Nou, wat is er nieuw? De vogelknipvellen, die van Mattie, die hebben jullie net natuurlijk al wel gezien. Nou, die plaatjes die passen ook ontzettend leuk in deze stansmal. Dat is een nieuwe van Petra van Dam. En die heb ik al even snel voor jullie uitgestanst, want kijk eens hoe mooi die is. Die is toch gewoon super gaaf. Ook leuk om hier in het midden nog weer een shaker gedeelte te maken. Je kan dus ook die cirkel die er los weer bij zit, kan je uitstansen. Dus dat je er gewoon een gat in maakt. Shaker blister erachter en je hebt een superleuke schutkaart. Er zit ook nog een extra ijskristal bij die je uit kan gaan stansen. Dus dit is wel echt een hele mooie stansmal. Even kijken, wat kan ik dan nog meer laten zien van deze pagina? Nou, op deze pagina zien we hier ook de twee nieuwe setjes met de hot drinks en de snowman. En dat zijn dus setjes met zowel een stansmalletje als een stempeltje. Dus het stempeltje kan je inkleuren en je hoeft zelf niks meer te knippen. Ook deze drie elementjes zitten ook de stansmalletjes van bij. Nou, er zitten wat voorbeeldjes hier op de verpakking. Kijk, ook leuk voor slimline cards met bijvoorbeeld warme winterwensen. Hier heb je de sneeuwpop, fijne feestdagen. Nou, daarbij kan ik wel gelijk die leuke border even laten zien. Want die zal dan hier ook ergens liggen. Ja. De hoogte van de sneeuwman.
Ik ga hem eventjes voor je opmeten. De sneeuwpop is 7,5 centimeter is de stempel. En de standsmal is ongeveer 7,8 centimeter. Dus ja, om en nabij de 8 centimeter. Hou dat een beetje aan qua grootte. Deze standsmalletjes zijn ook weer ontzettend leuk. Die border is weer erg leuk om overal bij te gaan hangen. Ook leuk om deze dan weer uit bijvoorbeeld sneeuwpapier uit te stansen. Nou, daar zitten nog wat leuke ijskristalletjes los bij. Dus die kun je weer ter decoratie gebruiken. Bij deze een border met sterretjes en losse sterretjes voor decoratie. Nou, die zie je dus op beide van deze kaarten. Hier zie je die mooie ijskristallenrand. En hier zie je de sterrenrand. Maar als je bijvoorbeeld kijkt op deze kaart, heb je hier bovenaan ook die mooie ijskristallenborden. En bij deze kaart hebben ze er een soort driehoekje van gemaakt. Daar zit hij ook nog bij. Ja, sterretjes met glitter bewerken is ook superleuk. Dus ja, dit is een beetje inspiratie met deze bordenmallen. Ook hier bij deze is die bijvoorbeeld bij de shadowbox wel gebruikt. Hier zit de sterretjesrand ook nog bij. Dus ja, het zijn hele leuke malletjes. Dan hebben we bijvoorbeeld nog een setje voor oud en nieuw. En dit zijn hele toffe spetters. Dit is ook heel erg gaaf om bijvoorbeeld met gouden embossingpoeder te doen. Of met gewoon gekleurde embossingpoeder en verschillende kleurtjes eroverheen te gaan spetteren. Ook superleuk. Die spetters kan je ook nog weer uit gaan stansen als je dat leuk vindt. Er zitten die sterretjes bij, zeg maar. Die oud en nieuw sterretjes. Een setje met champagne. Wat ook heel erg leuk is. Kijk voor de nieuwjaarskaartjes. Er zit ook een mask stencil bij. En dat mask stencil heeft ook aan de ene kant allerlei sneeuw effect. Dus dit kan je voor sneeuw gebruiken. En dit is de spetters voor het vuurwerk, zeg maar. Dus dat is ook weer een superleuk setje. Nou, we hebben ook een snowboarder. Die zal ik er ook maar gelijk bij gaan pakken. Die snowboarder die past dus weer heel erg leuk ook weer bij dit mask stencil. Mask stencil is ook leuk om bijvoorbeeld met structuurpasta te doen. Met een beetje sneeuwpasta. Het kan eigenlijk overal mee. Dus dat is dat. Nou, om maar een beetje op deze pagina te blijven. We hebben ook een hele leuke slee. En die slee die heeft ook het touw er nog bij. Nou, die sneeuwpoppen van vorige maand van Marleen van de Mos, die passen er weer perfect bij. Dus dan kan je ook de sneeuwpoppen eventjes de slee in de handen geven. Superleuk. Dan hebben wij ook allerlei items voor Sinterklaas binnengekregen. Nou, Sinterklaas, het wordt eigenlijk steeds populairder om daar producten voor uit te brengen. En Marianne Design heeft weer een paar nieuwe dingen. En die zijn weer te combineren met ook de producten van afgelopen maand. Vorig jaar bedoel ik. Die producten heb ik hier niet liggen. Maar vorig jaar hebben we bijvoorbeeld ook al wat knipvellen gehad. De EWK 1281 en de HK 1701. Dat zijn knipvellen van Sint en Piet. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een setje met Pietenpost. Dat is een stempel. En dit setje met CR 1526 past er ook perfect bij. We hebben ook een setje, die staat hier niet bij, maar die heet Schoentje Zetten. En die past er ook weer bij. Ik moet trouwens wat anders zeggen. In de webwinkel heb ik een artikelgroep aangemaakt. Waar als je kijkt bij nieuw en dan thema's. En dan kijkt bij Sinterklaas. Dan kan je alles vinden van Sinterklaas. Dus dat is nog makkelijker. Daar staan al die producten gelinkt. Nou, de nieuwe producten deze maand zijn een hele leuke stoomboot.
Nou, weet je niet hoe deze stoomboot werkt? Kijk even op de website van Marleen van der Most. Even kijken of die hier toevallig op staat. Staat hier zo niet op, maar volgens mij... Oh, het staat in ieder geval hier wel achterop. Handmade by marleen.blogspot.com. Kijk even op haar site, want daar heeft ze precies stap voor stap uitgelegd hoe je deze leuke stoomboot kunt maken. Dus dat is echt onwijs leuk. Nou, daar zitten van die pietjes bij. Die heb ik ook eventjes voor jullie uitgestanst. Het zijn hele leuke kleine pietjes. Kijk, Pietje op de fiets. De acrobatenpiet. En we hebben Piet die de zak in de handen heeft. Dit is gewoon heel erg leuk om ook gewoon uit zwart uit te stansen. En lekker als silhouet ergens bij te gaan plakken. Dus dat zijn de zwarte pietjes. En even kijken. Ja, deze maand is er dan verder niet wat aan pietenspul uitgekomen. Wat hebben wij nog meer nieuw? Deze hele leuke silhouetmal. Maar je kan hem natuurlijk ook in allerlei kleurtjes op gaan bouwen. Net wat je zelf leuk vindt. Daar staan een aantal leuke voorbeelden mee. Zijn ook weer gecombineerd met die creatables van Anja Verlaazijzen van vorig jaar. Die hebben wij ook nog wel in de webwinkel. Dus die kun je ook terugkijken. Dan, voor de liefhebbers van borduren op kaarten, hebben wij nu ook weer twee nieuwe stansmallen. En daar worden de gaatjes dus al voorgeprikt. Er zit een buitenste rand bij, dus je kan de kaart ook weer leuk op het goede model maken. Er zitten hele leuke voorbeeldjes bij. Kijk, zoals deze met het rendiertje, deze met de kerstmal. Het setje van de stansmal plus het papier zal morgen hopelijk bij ons binnenkomen. Die heeft wat vertraging gehad. En wat ook nog bij ons binnen zal komen is dit Craft Surprise pakket. Dat is een pakket, daarin zitten 5 creatables, craftables of collectables. Dat is gewoon een mix. Dus bij Pietje zitten bijvoorbeeld 2 creatables in 3 craftables en 2 clear stamps en wat enamel dots. En bij een ander zitten er bijvoorbeeld 3 collectables in, 5, 2 creatables, 2 clear stamps en enamel dots. Dus dat is een beetje wisselend. Dat is gewoon een pakket. Die heeft normaal een waarde van €55. En ik geloof dat die in de webwinkel iets van €20 kost. Maar pin me daar even niet op vast. Voor die kerstkaarten, die borduurkaarten, kan je ook gratis downloads vinden op www.mariannedesign.nl met wat verschillende manieren hoe je deze kunt gaan borduren. Dus dat is eigenlijk de Marianne Design collectie. Nou, dan is er ook een nieuwe Marianne tijdschrift uitgekomen. Met wat inspiratie er weer in. Hier heb je bijvoorbeeld ook die hele gave creatable weer. Die vind ik echt heel erg mooi. Ook hier zit hij op. Op deze kaart zit hij op. Dus dat zijn die creatables. Hier nog wat Sinterklaas creaties. Ik laat ze gewoon eventjes snel zien. Hier de populaire ijsbeertjes weer. Hier nog wat borduurkaartjes. Nog wat voorbeelden met die champagne setjes. Ook met die chocolade en de sneeuwpopjes. Met de snowboarder. Hier nog wat met die borduurmalletjes. Nou, hier komt de gave poinsettia nog weer tevoorschijn. Die is gewoon echt ontzettend mooi. Er zit een silhouet techniek in, dus werkbeschrijving met die leuke stansmalletjes weer. Nou, wat Golden Oldies, geloof ik. Oh nee, juist helemaal nieuw. Sorry. Dit is een setje wat volgende maand uit gaat komen.
En hier hebben we nog wat leuke, ja, ook weer met die fijne feestdagen, cirkelmal. Die zal, als het goed is, morgen weer bij ons binnenkomen. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Nou, dat was de Marianne Design Collectie. Heb ik weer genoeg laten zien. Dan ga ik snel door naar het volgende, want ik heb nog veel meer dames. Even kijken, wat ga ik als eerste doen? Ik ga deze erbij pakken en volgens mij heb ik dan alles even in mijn grabbelmandje. Zo. Want ook het merk... ik ben nog iets vergeten om te laten zien uit de Marianne collectie. Want we hebben namelijk ook nog weer hele leuke rhinestones. Nou, plaksteentjes hebben we nooit genoeg. Zijn in verschillende kleurtint of groottes. Zitten er in totaal 496 op. Dus we kunnen heel wat plaksteentjes gaan plakken. In de kleuren Smoky Grey en Pine Green. In de webwinkel hebben we ook al allerlei andere kleuren verkrijgbaar. Dus kijk daar ook eventjes naar. En wat we ook nieuw hebben zijn de enamel dots en dan de snowflakes. En dat zijn 156 dotjes. En dat zijn dus van die transparante dotjes. Is ook leuk om dat bijvoorbeeld op een gekleurde kaart te plakken. Je kan ze dus zo als snowflake. Nee, ze zijn niet doorzichtig, dus ze zijn echt wit. Ik wou zeggen, als je ze onder een gekleurde achtergrond plakt, dan gaat dat wellicht schijnen. Maar nee, het is gewoon dat het wel wit erop zit. Kijk maar. Dus het zijn echt hele leuke sneeuw enamel dots. Ik ga even kijken of ik de reacties weer even kan verversen, want ik zie geen berichten meer van jullie. Of jullie zeggen gewoon niks meer. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar dat vermoeden heb ik eigenlijk niet. Nou, het volgende. Oh, nou zegt hij dat hij onderbroken is. Dat was niet de bedoeling. Wat we ook nieuw binnen hebben. Dat zijn de nieuwe collecties van Craft O'Clock. Nou, we hebben hele gave mask stencils ook deze keer. En die wil ik jullie ook eventjes laten zien. We hebben er twee. En dat zijn kleinere. Dat zijn wat tags. Kijk eens, die zijn toch ook gaaf. Die zijn op het formaat van 8x16 centimeter. Nou, je kan dus de vorm van die tag kan je dus ook gewoon zien als... of natekenen als een soort malletje. En daar dus je eigen label mee gaan maken. Die zijn 2,45. Dus twee verschillende soorten. En dan hebben we ook nog wat mask stencils op het formaat van 15x16 centimeter. En die 16 centimeter komt gewoon door dat extra strookje. Waar je dus die, je ringetje aan vast kan maken. En ze netjes aan elkaar kan binden. Kijk, dat zijn ook wat hele leuke modelletjes. Dus dat zijn de nieuwe mask stencils van Craft O'Clock. Maar van Craft O'Clock. Nou, het is leuk dat jullie sprakeloos toe zitten te kijken. Ja, het is ook gewoon allemaal heel erg mooi weer. Van Craft O'Clock hebben wij drie nieuwe collecties binnengekregen. En we gaan beginnen met de Painted by the Pint. Een beetje een mixed media stijl, leverbaar op 15x15, 20,5x20,5 en 30,5x30,5. Ik laat de 20,5 zien, want dat is het makkelijkste onder mijn camera. Dus kijk gewoon wat jij zelf qua formaat het makkelijkste vindt. Er zit 24 vel dubbelzijdig designpapier in. Dit is weer een hele mooie, een beetje ja, een Japans steltje. Kijk, een beetje zwart erbij. En de hele mooie bloesems. Oh, het is wel mooi. Kijk eens. Dit is wel... Ik had eerlijk gezegd in eerste instantie zoiets van... ik weet het niet zo.
Wacht even. Ik ga het even anders doen. Want ik ga eventjes de voor- en de achterkant naast elkaar leggen. Dat is makkelijker. Hier begint hij weer. Dus dit is velletje 1. De voor- en de achterkant. Dus echt super leuk. Het zijn wel hele mooie warme tinten, moet ik zeggen. Deze met aan de achterkant deze hele mooie pagina. Nou, je kan hier ook gedeeltes van maken. Leuk iets erop gaan stempelen. En je hebt een ontzettend mooie collectie. Nou, of je het zou combineren met de Japanese Beauty van Scrap Boys, dat weet ik niet. Ik vind dit wel een hele andere kleurtint, geloof ik. Maar ik heb die niet zo niet bij de hand. Dus ik kan het niet zeggen of dat nou echt bij elkaar matcht of niet. Ja, Wiebrich, jij was inderdaad ook van die Japanese Beauty al. Die vond je ook zo mooi. Ja, dan snap ik dat deze ook wel echt binnen jouw straatje past. Oh, hier heb ik wel weer andere achtergrondjes. Nou, ik weet niet hoe het allemaal zit. Even kijken. Nou, deze zit er in ieder geval nog bij. Dit achtergrondje, deze met die achtergrond, deze met die achtergrond. Nou, volgens mij loop ik een klein beetje wisselend door elkaar heen, maar jullie hebben in ieder geval de mooie achtergronden wel gezien. Ik denk dat je deze trouwens ook nog heel erg mooi kan combineren met de papieren uit de Red Mood collectie van ook van Craftoclock. Of met de Grey Mood. En dan kan je nog wat extra grijs tinten eraan toevoegen. Want dan heb je ook bijvoorbeeld wat basisvelletjes. Wacht, ik heb die dachten hier liggen. Ga eens even kijken. Ik heb ze hier wel liggen. Dus we gaan het gewoon gelijk eens even bekijken. Kijk, want dit is bijvoorbeeld de Grey Mood. En kijk eens. Dit zijn dus wat van die velletjes. En hoe tof dit ook hier weer bij staat. Dus ook die streepjes zou je er weer heel mooi bij kunnen doen. Dit past er ook weer heel mooi bij. Hierin zitten ook van die ruitjes. Hierin zitten stipjes. Ook wat van deze. Er zit houtstructuur bij. Dus kijk eens hoe onwijs gaaf dat is. Dus dat is de Grey Mood. Die past er heel mooi bij. En ik ga ook gelijk even kijken voor de Red Mood. Ja, ik kan jullie wel dingen op zijn mouw spelden. Maar als het nou echt qua kleur totaal anders is, dan is het niet mooi. Maar kijk eens, die kleuren passen er ook heel goed bij. Dus ook de Red Mood past heel mooi hierbij. Dan kun je de papieren soms net wat rustiger maken. Dat vind ik het voordeel van deze. Ja, ik trek het inderdaad iets te ver naar beneden. Maar jullie snappen wel wat ik nu wilde vertellen. Even kijken. Het zakje er even omheen en dan ga ik verder met het volgende. Nou, jullie zien het niet. Nou, het is dus gewoon... Ik laat het gewoon eventjes nog weer opnieuw zien dan. Hier heb je bijvoorbeeld die Red Mood. Heb je ook wat verschillende tinten. En kijk eens hoe mooi die ook weer bij deze collectie past. Dus dit zijn echt wat solid velletjes om het weer rustiger te maken. Omdat dit vrij druk papier is. En daardoor kun je dat heel mooi met elkaar gaan combineren. Zo. Dan ruimen we hem nu wel weer op. Die gaat weer in de bak. Die gaat weg. Ja, dat is leuk hè, dat je gewoon zo nog weer een extra combinatie ermee kan maken. Nou, bij deze collectie hebben we ook een heel mooi Junk Journal set. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Alles zit er twee keer in met aan de achterkant ook nog weer... andere papiertjes. Dus hele leuke
Pockets kun je er weer van maken. Cadeau envelopjes kun je ervan maken. Met wat extra knipelementen. Met aan de achterkant ook weer leuke papiertjes. Dit zijn van die leuke stukjes waar je ook weer labeltjes achter kunt stoppen. Kleine kaartjes om uit te knippen. Deze. Met aan de achterkant weer de leuke tickets. En dan wordt alles weer herhaald. Dus dat is de Japanese Beauty. Hoor mij eens. Omdat jullie mij in de war brengen met de Japanese Beauty van Scrap Boys. Dat is ook zo'n ontzettend leuke. En nou noem ik deze al. Maar deze heet dus Painted by the White. Nou, bij deze collectie hebben wij ook nog een setje met knipplaatjes. Ja, ik ga even een beetje speedy maken, denk ik. Want anders kom ik er nooit door. Ik heb nog zoveel om te laten zien. Bij deze collectie zitten uiteraard ook weer allemaal knipplaten. Zoals jullie gewend zijn, zijn ze dus dubbelzijdig geprint. Er zitten hele leuke platen bij. Kijk. Dus jullie kunnen weer lekker aan het knippen komen. Bloemen erbij, de bloesemtak erbij. Nou, volgens mij komen we nu alweer op het tweede gedeelte. Kijk, dit is toch gewoon echt heel erg gaaf. Dus dan kun je weer lekker aan het knippen komen. Vergeet dan niet om een favoriet schaartje mee te bestellen als je die nog niet hebt. Een goed schaartje is het halve werk, zeggen ze altijd. En een schaartje hoeft echt niet duur te zijn. Een schaartje moet gewoon lekker naar je eigen hand liggen. En de een heeft een schaartje van 2 euro en de andere een schaartje van 5 euro. Het is maar net wat jij zelf het prettigste vindt. Even kijken, ik meende dat er binnen deze collectie nog iets was. Maar dan moet ik even spieken. Ja, ik heb nog één ding. En dat is namelijk de ook de cardboard elementen. Dus er zitten ook weer van die leuke chipboard elementen bij. Die kan je ook weer ter decoratie overal op gaan plakken. Dus dat is de serie van de Painted by the Wind. Dan, nou, deze ga ik maar niet proberen uit te spreken, denk ik. Onimus Marches. Nou, ook dat is weer een collectie leverbaar 15,2, 20,5 en 30,5. Ook hierbij laat ik de 30,5 even zien. Ik ben trouwens wel heel benieuwd. Wie van jullie gaan er allemaal naar de Crea Doe? Of durven jullie het niet aan? Of ik vind het zelf eerlijk gezegd wel weer heel erg spannend allemaal. Ik ben zelf weer gewoon weer een beetje heel voorzichtig. Ook hier in reizen heerst het behoorlijk erg. Dus ik moet echt een beetje oppassen. Dus ik blijf gewoon lekker een beetje thuis. Ik vind het allemaal wel weer spannend. Nou ja, mocht je niet naar de Crea Doe gaan, wij hebben ook heel veel nieuwe dingen binnen. Dus je kunt wat dat betreft, je kunt je hart wel ophalen. Nou, deze collectie is ook gaaf met de Lavinia stempels. Oh, dit is leuk. Kijk eens. Dit is ook een prachtige collectie. Ik vind de kleuren ook wel heel erg mooi. Ja, ik vind het ook te riskant in daar. Kijk eens, ook hier gewoon even nog weer wat voor gaan stempelen. En superleuk. Ja, weet je, volgend jaar is de beurs er ook wel weer. Ik heb zoiets van, laat mij maar gewoon eventjes alles nog een beetje afwachten. Een beetje voorzichtig doen. Ik heb tenslotte maar één gezondheid. En dat is me wel iets meer waard dan al die leuke uitjes. Dat komt allemaal TZT wel weer. Ja, we doen ons best om jullie toch ook nog een beetje zo met de lives gewoon te inspireren.
Kijk eens, deze is ook wel... Oh, dit is echt gaaf. Dus dit is ook leuk. Oh, ik zie al, ligt met corona op bed en net corona gehad. Nou, beterschap en sterkte allemaal. Deze zijn trouwens... kijk, dit zit er allemaal ook vier keer in. Dus ik laat het gewoon even zo zien. Dit weekend hebben wij geen extra lives. Maar volgend weekend dan hebben wij wel weer... Ja, ik heb dat dan tenminste georganiseerd. Maar dan hebben we bij de Janine's Mindful Art collectie hebben we een demodag. Dus dan hebben we weer vier leuke demo's. Ook workshops in de winkel durf ik nog even niet aan. Dan kan ik nu alles gaan organiseren. Kost mij heel veel tijd en energie. En dan kan ik straks weer alles af gaan blazen. Ik begin er nog niet aan. Nou, je zou er bijvoorbeeld... ik krijg wat vragen welke soort van de basic... Ho, dat was mijn camera. Basic mood zou erbij kunnen. Ik denk dat die deze wel zou kunnen. De purple mood. En... Ik moet even kijken of ik nog iets anders erbij heb. Dit is volgens mij de brown mood. Die zou ook nog wel kunnen. En de green mood zou je ook nog wel kunnen combineren. Niet alle velletjes. Maar ja, dat is een beetje... Deze vind ik wat lastiger om zo even ter plekke te zeggen van wat daar precies bij past. Dus dat is even nog een ontdekkingstocht, zeg maar. Deze ga ik even wegpakken. Want anders kom ik er niet door. Ook hierbij zit dus weer een setje met van die cardboard elementen. Ook weer super leuk. Nou, daarbij zit ook een setje met een junk journal. En dat zijn deze leuke elementen. Oh, hele leuke takjes. Er zitten framepjes bij. Het is allemaal weer dubbelzijdig. Dus je kunt beide kanten gebruiken. Hele toffe grote vlinders zitten erbij. Er zitten tickets bij. Er zitten van die labeltjes bij. Dit is echt wel een gave collectie hoor. Leuke kaartjes. Er zitten labeltjes weer bij. Kleine diertjes nog. Dit is ook een prachtig vel. Nou, hij is super leuk. Hier komt alles nog een keer weer. Dus daar blader ik me niet meer doorheen. Oh, kijk eens. Dit is leuk. Aan de achterkant zitten ook hele leuke dieren allemaal. Dus dan kan je die ook als basis gebruiken voor je kaart. Dat is ook leuk. Nou, dat is dus het Junk Journal set. Dan gaan we snel door naar het volgende. Dat is... Ja, het is weer te mooi, hè, Sylvia. Het is gewoon... alles is leuk. Het is momenteel gewoon echt... Eigenlijk drama van wat er allemaal binnenkomt is gewoon te veel. We hebben hele leuke knipplaten. Die horen hier ook weer bij. Kijk eens wat voor leuke dieren allemaal. Aan deze kant kun je ze nog ietsjes beter zien. Nou, deze dieren kun je dus voor alle verschillende collecties gebruiken. Hoef je echt niet alleen maar voor deze collectie te gebruiken. Ook die, die maan, zeg maar, de paddenstoeltjes... Ik denk dat ik dit setje mee ga nemen, want dat is gewoon overal bij te combineren. Er zitten nog hele mooie blaadjes bij, bloemen bij. Nou, vanavond moet ik eigenlijk verplicht gaan rusten. En ik denk dat ik maar eens eventjes verplicht ga knippen of zo. Er zitten wel hele leuke elementen bij. En ik zie ook al wel een leuke combinatie met mijn eigen collectie hierbij, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat dat super leuk is. Ook die boeken en alles. En die schrijfveren. Nou, deze gaat mee met Bassie.
Ja, dit zijn allemaal van die dubbelzijdige vellen. Dus aan de ene kant kan je ook heel makkelijk zien van waar dat witte randje zit voor het knipwerk. Nou, dat is dat. Dan ben ik er nog niet. Want er is namelijk nog een collectie. Want ik zei dat er 3 collecties waren. En daarna heb ik nog een paar dingen om te laten zien. Gewoon omdat het zo leuk is allemaal. Dan moet ik even kijken. Die hoort hier nog bij. En die ook. En dan dat niet meer. Dat is apart. Nou, de laatste collectie. The Rays of Sunshine. Ook die is weer leverbaar in 3 verschillende formaten. En hierbij zit dus ook weer zo'n heel erg leuk die-cut chipboard setje. Echt weer een heel leuk setje. Collectie 30,5, 20,5 en 15 bij 15 voor iedereen. Dus een favoriet formaatje. Ik ben zelf gewoon echt van die 20,5 bij 20,5 vind ik een leuk maatje voor bij de slimline en alles. Daar werk ik heel graag mee. Nou, de Rays of Sunshine. Weer een beetje bloemen. Ik vind hem wel heel erg mooi qua kleur. Kijk eens. Nou, hier waren de meningen ook wat verdeeld over. Want ik had pas in de groep gevraagd van wat moeten we aanschaffen van Craft o' Clock en wat niet. Nou ja, Jantje vond deze leuk. Pietje vond die leuk. En Klaasje vond de andere leuk. Dus we hebben ze alle 3 maar gewoon genomen. Kijk, dit is toch gewoon gaaf. Ook gewoon voor een mixed media achtergrond. Echt heel erg mooi. Ook deze. Nou, hoef je weinig aan te doen. Ook een beetje roze erbij. Nou, ik ben zelf wel echt... ik vind dit gewoon prachtig. Ook hierbij een hele leuke met die ruitjes weer. Stipjes. Nou, nu komt alles weer terug. Dus het is echt, ja, ik vind het een prachtige collectie. Dan hebben we bij deze collectie ook nog uiteraard onze knipplaatjes en ons junk journal set. Nou, die laten we ook nog eventjes weer zien. Nou, diegenen die dus niet naar de Creadoe gaan, die hebben nu gewoon even privé shopping bij ons. Nou, wij krijgen overigens ook vragen van, kunnen we bij jullie ook via de live uitzendingen shoppen? Nee, wij doen dat niet. Dat is voor ons gewoon bijna niet haalbaar. We krijgen dagelijks zoveel orders binnen. Het gaat dan chaotisch worden. En wij gaan dan fouten maken. Ik wil dat niet. Ik ga mijzelf dan over de kop werken. Ik ga mijn personeel over de kop werken. Ik ben tevreden met wat wij hebben. En wij linken gewoon alles naar de webwinkel. Je kunt in de webwinkel bestellen. In de webwinkel krijg je ook spaarpunten. Die zou je via een Facebook Live uitzending weer niet krijgen. Vanaf 50 euro is het al gratis verzenden. Dus het is, je hoeft niet te wachten op een betaallink. Je kan gelijk betalen. Dus wij gaan niet over naar een Facebook Live shopping. Dat wordt hem voor ons gewoon niet. En ja, ik wil veel, maar ik moet ook gewoon rekening mee houden dat ik minder valide ben. En ik vond dat altijd heel moeilijk. Maar ik moet gewoon genoegen nemen met minder. Wat een ander kan, kan ik niet. Wat ik doe, ben ik dankbaar voor. En zo is het. Rays of Sunshine heeft ook nog een heel leuk set met extra knipvellen. Ook hele leuke plaatjes, bloemetjes om uit te knippen. Ja, weet je, je kunt wel alles willen. En in deze maatschappij worden we daar ook wel een beetje toe geneigd van alles snel, snel en het moet en het moet. Ik kan het gewoon niet. Ik heb ook torenhoge bloeddruk. En
ik moet gewoon aan mezelf denken. En ik ben echt meer dan tevreden met wat wij doen. En ik wil personeel ook gewoon dat het leuk blijft. En dat we niet over de kop werken. Want uiteraard, het moet ook voor ons passie blijven. En niet alleen maar moeten en moeten en moeten en presteren. Ik ben daar wel een beetje klaar mee. Is ook voor mij een heel proces hoor. Maar goed. Het is soms niet anders. Nou, dit zijn de knipvellen. Nou, voor Sylvia was de middelste collectie. Ik ben heel benieuwd wat jullie de leukste collectie vinden. Ja, dit is misschien... Rays of Sunshine is weer wat meer standaard. De middelste is bijvoorbeeld weer wat... weer een vernieuwend iets. Het is gewoon net wat jij zelf leuk vindt. Wij hebben nog wat extra's bij deze collectie. Want ik ga ondertussen eventjes iets te eten pakken. Want anders dan gaat het niet helemaal goed. Moet gewoon eventjes tussendoor. We hebben ook nog wat extra setjes. En dit zijn digilabels. En dit zijn extra cutting elementen. Dit is gewoon een universeel setje wat overal bij past. En dit is dus echt voor verjaardagskaartjes. Daarin zitten van die leuke rondjes met theekop, cupcakejes, taartjes. Dus echt richting... verjaardag. En er zitten 6 van die velletjes in. Dus ook leuk voor draaikaartjes, shakerkaarts, van alles. Dat is het setje met de sweets. Ik ga het er even weer instoppen. En bij dat setje hebben we dus ook de extra elementen, dus de knipelementjes. En dat zijn allemaal leuke items die je weer overal bij kan plakken. Dus bij alle verschillende collecties bij kan plakken. Daarin zitten dus hele lekkere koekjes en ijsjes en ja, krakelingen, bonbons. Nou, heerlijk toch? Cupcakejes. Nog meer cupcakejes en die macarons. Donuts erbij, de snoeppot erbij. Ook leuk op slimline cards. Er zitten theepotten bij, theekopjes. De croissantjes, koffieboontjes, coffee to go. En dan komt alles nog een keer weer. Dus dat is het setje met de sweets. Dus daar kan je gewoon zelf bij kiezen van welk designpapier. Volgens mij zou bijvoorbeeld bij deze mintgroene zou de Hello Beauty ontzettend leuk passen. Maar kijk maar. Ja, dat ziet er allemaal heerlijk uit, hè? Daar ben ik met jullie eens. Nou, misschien is het voor jullie wel net koffietijd of theetijd en tijd om er wat lekkers bij te pakken. Nou, wat nog meer nieuw is, is ook van het... voor mannen hebben we 2 setjes. Dus 1 met je auto, schaakbord, kaartenspellen, de schaakelementen. Plus ook wat kleinere labels. Kijk, jullie zien het wel. Die cirkels zitten dus in 2 maten erin. Een grote cirkel en een kleine cirkel. Met allemaal kleine elementjes erbij om uit te gaan knippen. Dan... gaan we deze er even weer proberen in te doen. Heb je trouwens morgenochtend nog niks te doen? En lijkt het je leuk om een keer online te workshoppen? Morgenochtend kun je ook nog aanschuiven bij Jeanette bij een online workshop. Dat is een online workshop. Dan ga je een chocolade cadeaumapje maken. De kosten daarvan zijn 5 euro. En dat is dus een betaalde workshop die... is dus in een besloten Facebookgroep. Je krijgt dan van ons de link naar die groep.
Er zijn al heel veel mensen die meedoen. Lijkt het je ook leuk? Je kan je nog steeds aanmelden. En je kan ook gewoon later die workshop volgen. Want de video blijft bestaan. Dus je kunt hem gewoon op je eigen tijdstip gaan maken. Dus dat is morgenochtend. Dat is even nog een stapje naar buiten. De Man's World. Nou, mannen elementjes hebben natuurlijk nooit genoeg. Dus daar zitten hele leuke elementen in. Biertonnen, hoefijzers, kaartenspellen. Nog meer biertonnen, schoenen, handschoenen. Auto's zitten erbij. Er zitten stoere motors bij, scooters bij. Schaakborden, lampjes. En al die plaatjes komen er nog een keer weer in voor. Dus dat is het setje voor de mannen. En dan kom ik nu wel bij het laatste setje. Van Craft or Clock tenminste. Want daarna moet ik als een speer naar het volgende toe. En ik denk haast dat ik dat in een andere uitzending maar eventjes uitgebreid laat zien. Dat ik er nu alleen eventjes snel show. En dat ik in een andere uitzending laat zien wat je er precies mee kan. Er is ook een vintage setje. En dat vintage setje heeft ook allerlei leuke rondjes in twee verschillende maten. Dus ja, een leuk setje met boeken, met een oude klok, met een oude telefoon, met een typemachine. Deze past ook heel mooi bij mijn nieuwe collectie van de Mindful Art, zie ik wel. Die wat volgende week uit gaat komen. Dus die is wel leuk om er als basis bij te gaan gebruiken, denk ik. En dan hebben we ook daarin hele leuke extra elementen. Dus ook weer hele mooie bloemen. Vlindertjes. Oh, die vlindertjes die zijn ook leuk. Hele mooie kleuren zijn dit. Nou, we kunnen weer vlinders knippen. We kunnen klokken knippen. Een grammofoonplaat. Een scroll erbij. Daar kun je weer leuk een tekst op gaan maken. Hele mooie bloemen zitten erbij. Dan deze mooie bloemen. Ja, je kunt inderdaad kun je ook eerst op je eigen tijdstip gewoon even of morgen de workshop kijken. En later lekker op eigen tijdstip gaan maken. Dat je het gewoon lekker rustig doet. Kun je ook geen fouten maken. Nou, kijk eens. Dit is toch ook een gave collectie. Nou, deze knipplaten gaan ook eventjes mee. Nou, dat wordt vannacht niet slapen, want dat wordt dus knippen. Nee, gekheid. Ik hoop dat ik vannacht wel slaap. Dat zal wel een keer weer fijn zijn. Dat was alles van Craft or Clock. En ik wil nog even snel een klein uitstapje naar wat anders maken. Want anders dan kan ik het weer niet laten zien. En ik ga gewoon later een keer een uitzending doen met de embossingpoeders. Maar ik wil ze nu alvast eventjes aan jullie laten zien. We hebben namelijk van de Wauw weer ontzettend leuke embossingpoeders binnengekregen. Nou, werken met embossingpoeders. Ik doe het eerlijk gezegd te weinig. Ik wil me daar iets meer in gaan verdiepen. Want het is gewoon te leuk. Wat hebben wij nieuw? Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschillende trios setjes. Deze trios setjes zijn dus zeg maar alleen verkrijgbaar in zo'n setje en dus niet los verkrijgbaar. Die zijn gewoon heel mooi op elkaar afgestemd. Het zijn altijd drie verschillende setjes die je ook heel leuk met elkaar kunt combineren. Dit is bijvoorbeeld een setje ontworpen door Seth Apter qua kleuren. Seth Apter is gewoon een bekende in de hobbywereld. Een mixed media guru, zeg maar. En kijk eens wat voor gave kleurtjes hierin zitten. Dit is bijvoorbeeld de Tarnished Teal. Ik ga even kijken of ik hem goed in beeld kan krijgen. De Tarnished Teal. Ik ga hier later wel echt een keer mee aan het stoeien in een uitzending. Dat ik gewoon een keer alleen met embossingpoedertjes bezig ga. Want kijk eens, hier zit bijvoorbeeld ook zwart bij in. En
Ja, blauw en groen. Kijk eens hoe mooi. Dit is wel een heel tof setje. En dan hebben we nog een setje met zilver smudge. Nou, dit is gewoon echt ja, zilver met een beetje goud erbij en glittertjes erbij in. Echt superleuk. Dit is het setje van Set Apte. Ik ga ze even weer terug doen, want anders dan weet ik zeker dat ik straks niet meer weet wat allemaal bij elkaar past. Ik zal ze niet allemaal open gaan maken, want dan zijn we straks gewoon heel veel tijd kwijt. Dit is bijvoorbeeld een setje, dat is de Treasure Trove van Sarah Nauman. Daarin zitten ook hele toffe, dit is een, ik weet niet of jullie het kunnen zien, een witte met paars tintjes erin. Een witte met roze glitters erbij in. Dat is de Sapphire Sparkle. Daarin zit ook een hele mooie Diamond Splash. Ik ga eens even kijken. Diamond Splash. Het klinkt heel erg leuk. Kijk eens. Dat is dus ook ja, wit met zwart glitter. Echt heel erg mooi. Even kijken of ik die ook goed in beeld kan krijgen. Even een beetje lastig waar mijn camera precies zit. Dus dit is het setje Treasure Trove. Dan hebben we nog een setje van Set Apter. En dat is de set Just Desert. En dat zijn ook hele mooie warme tinten. Ook voor de herfst. Kijk eens, dat is bijvoorbeeld een... ja, volgens mij, dit is een T, dat betekent translucent. Dus een beetje transparant. Daar zit ook een soort suikerachtig iets bij in. Die ga ik eens even binnenkort een keer uitproberen, want het ziet wel heel erg leuk uit. Datzelfde heeft deze ook. Burnt Coffee. Het zijn wel hele mooie kleuren. Kijk eens. Ook hierin zit dat, ja, dat suikerlaagje. Dus dat lijkt mij gewoon een soort transparante embossingpoeder. Nou, dat wordt gewoon een keer een uurtje alleen maar met embossingpoeders bezig. Dat lijkt me wel een goede uitzending. En we hebben de Mud Pie. En de Mud Pie is ook een hele mooie donkerbruine. Dus dat zijn de setjes van de Just Desert. Dan hebben we er ook nog één. It's Cold Outside. Nou, dit is ook een heel erg leuk setje. Want kijk eens. Hierin zit bijvoorbeeld oranje en goud en oh, van alles. Echt heel erg mooi. Dit lijkt gewoon ook iets donker. Ja, er zitten wat dat goud. Dat zijn wat grovere korreltjes. Dus die zal denk ik heel erg mooi gaan pakken. Ik zou willen dat ik nu nog een uur kon zitten, dan had ik het gelijk gedaan. Maar helaas. Ook deze oker met een beetje goud. Nou, dit is voor mij een setje wat zeker gaat blijven. Die vind ik echt qua kleur heel erg mooi. En de Luxurious Chocolate. Kijk eens. Nou, Ria Hermkens, jij zegt van krijgen jullie het ook zo warm? Nou, ik moet zeggen dat ik hier wel peentjes aan het zweten ben. Maar dat komt denk ik omdat ik ook zo enthousiast word hiervan. Heel erg mooi. Dan hebben we een setje. Oh, die heb ik hier twee keer. Die Treasure Trove. Nou, dat hoeft niet. Ik hoef ze niet twee keer te laten zien. Dan hebben we misschien wel acht setjes. Zou ook zomaar kunnen. Dan hebben we nog een setje van de Magic Metallics. De Magic Metallics. Daar wil ik ook gewoon even zien wat dat nou is. Nou, dit zijn ook ja, metallic met een soort transparant laagje erin, geloof ik. Superleuk. Dat heeft deze. Dit is de Golden Glow. Dus dat is goudkleurig met een transparant glittertje. En de Brassy Twinkle. Dat is een soort, ja... Een brass koper kleur met ook een twinkel erbij in. Super gaaf. Dan
hebben wij nog het setje Winter Wonderland. Dus voor de kerst een leuk setje. Dit is Winter Water. Winter Water. Oh, dit is ook leuk. Heb je verschillende kleuren blauw in zitten. Een glittertje erbij in zitten. Een beetje transparant erbij in. Superleuk. Daarin zit ook de Silver Snow. Nou, dat is sneeuw met een glittertje. Het is gewoon te leuk. En volgens mij is deze ook wel erg leuk. Kijk, is een hele mooie warme kerstgroen. Dus dit is het setje van de Winter Wonderland. Ja, die blauwe is leuk, maar die groene heeft ook een hele toffe kleur elkaar. En dat is te leuk weer. Dan hebben we nog een setje van Tracy Scott. En Tracy Scott is ook een bekende in de hobbywereld. En zij heeft dus ook een setje ontworpen. Ook weer met hele leuke glitters erbij in. Dit is ook goud met glitters. Een beetje, ja, een beetje geel-goud. Een hele mooie blauwe. Donkerblauw. Kijk eens. Deze is ook mooi. Echt, we moeten massaal aan het embossen, dames. Dit is toch gewoon te leuk. Ik doe het gewoon te weinig, omdat ik, ja, je bent er even iets langer mee bezig. Maar het resultaat is wel altijd super gaaf. Kijk, en deze kleur. Oh, dit is toch leuk. Het is ook heel erg leuk om hier zo'n gestreepte kaart van te maken met drie verschillende kleurtjes. Het idee is er al wel, maar... Deze setjes zijn €11,95, Ria. Even kijken, het laatste trios setje. Die heeft wat fellere kleuren. En dit is het setje Dee's Delight. Kijk eens. Oh, dit moeten jullie zien. Dit moeten jullie zien. Ik ga het eventjes in een bakje strooien. Want dan kun je het nog veel beter zien. Kijk eens, zien jullie wat hier voor leuke elementjes allemaal in zitten? Hier zitten dus echt van die ja, glittertjes bij in. Dit is echt heel erg mooi. Kijk eens. Dat zijn dus echt grotere glitters die erbij in zitten. Kijk ook trouwens eens op het blog en op de website van Wauw Embossing Poeder. Want ze hebben zelf ook heel veel filmpjes, tutorials erop staan. En daar kun je dus ook heel veel van leren. Dus kijk daar ook gerust eens een keer. Het is echt leuk. Nou, deze heeft hetzelfde, alleen dan met blauw. Oh, ik word hier wel enthousiast van, dames. Kijk eens. Dit is toch ook leuk. Hoe gaaf is het om dit ook op papier te doen en daarna je woorden uit te stansen. Dus als je bijvoorbeeld een tekst van gefeliciteerd ergens op wilt hebben. En dat met embossingpoeder gaan stansen. Bijvoorbeeld die letters van Carlijn Design. Oh, ik denk dat dat een leuke combinatie gaat worden. Merken jullie het? Ideetje is al geboren. Nu alleen nog tijd en energie. Maar komt goed. Ook een hele toffe met, kijk, zelfde effect weer, maar dan met een hele mooie raspberry green kleur. Nou, dit is wel gaaf. Ik vind het leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. We hebben ook nog vier losse setjes. En die vier losse setjes, dat zijn de kleuren blushed. Dus wil je maar één potje hebben, deze zijn gewoon per stuk verkrijgbaar. Ik weet niet of ik die... Nee, dit is niet te vergelijken met de Frantage, Karin. Ik ga er wel een keer... TZT, ik weet nog niet wanneer. Ga ik wel een keer aan de slag met de embossingpoeders. Maar ik moet nu eerst ja, mijn eigen collectie eventjes de voorbereidingen voor doen. En ik heb nog wat andere dingen te doen. Dus het komt wel, maar eventjes wat tijd hebben. Dit is gewoon veel fijnere embossingpoeder.
Dit is het setje Celeste. Die is ook ontzettend mooi. Kijk eens. Dit is gewoon echt zo'n discobal kleur. Er zit wit bij in, zit zwart bij in, zit paars bij in. Echt tof. Dan hebben we één apart setje waar ik iets anders over moet zeggen. En dat is namelijk deze. We hebben namelijk ook van de Wow hebben we ook sparkles. En dat zijn premium glitters. Nou, glitters, daar kun je niet mee werken met de embossingpoeder. Of met die embossing inkt, zeg maar. Dus de Versamark inkt. Daar heb je echt lijm voor nodig. Of je kan dit gaan combineren met embossingpoeders. Dat je het gaat mixen. Maar je kan dit dus niet enkel embossen. En wat is dit? Kijk. Je kan het trouwens ook als schutmateriaal in je shakercards gaan gebruiken. Dit is dus leuk als extra accentje ergens doorheen te doen. Dus dit kan je overal in gaan mixen. Dat zijn van die hele kleine flinstertjes. Ja, klopt. Je kan het inderdaad een beetje vergelijken met die glistening. Nancy, dat is ook iets wat je mengt met elkaar. Ik zal die even bijpakken, want die heb ik ook nog. En dat is voor velen misschien nog niet bekend. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, ik ga ver over de tax. We hebben ook een setje, dat is namelijk de Changes. En dat zijn bijvoorbeeld van Wow Embossing Poeder wat, hoe zal ik het zeggen? Extra potjes. Inmiddels zijn die ook gewoon los verkrijgbaar. Nou, wat kan je daarmee doen? Dit kan je mengen met bijvoorbeeld een neutrale kleur. Je hebt bijvoorbeeld een gele embossingpoeder, maar je wil daar graag textuur aan hebben. Dus dat het hoger erop komt te liggen. Dan kan je deze texture eraan toevoegen. Dat mix je bijvoorbeeld in een leeg potje. En dan kan je gewoon extra structuur toebrengen aan jouw embossingpoeders. Datzelfde is ook met de glisten. Dus je kan aan elke embossingpoeder, of het nou van Wow is, of van Ranger, of van iets anders. Je kan bijvoorbeeld, wat je ook zou kunnen doen. Jij wil bijvoorbeeld, je hebt deze gouden embossingpoeder van de iZink. En je wilt hier graag een glittertje doorheen hebben. Nou, wat doe je dan? Je mixt gewoon een klein beetje van deze met een klein beetje glistening. En dan heb je dus je eigen glittergouden embossingpoeder. En datzelfde kan je ook doen met bijvoorbeeld de Sheen. De Sheen, dat is gewoon een soort vernislaagje, zeg maar. Dat je gewoon echt een mooie glans eroverheen krijgt. Dus dat zijn de Changers. Nou, volgens mij was dat ook alles wat ik wilde laten zien. Denk ik haast. Ja, het enigste wat ik... daar ga ik nu gewoon echt niet aan toekomen om dat te laten zien. Maar dit is ook nieuw binnengekomen. Dit is de Frosted Crystal van Distress. Eindelijk, maar toch is die bij ons uitgeleverd. Dat is dus ook iets dat gebruik je ook als een embossingpoeder. Dat is een embossing medium. Dus je stempelt met je Versamark. Dit strooi je erop. Ga je verhitten en dit wordt mat. En dat kan je dan op kleur brengen met bijvoorbeeld een watercolor of iets dergelijks. Dus kijk daarvoor ook even een filmpje van Tim Holtz. Want ik red het nu gewoon echt niet meer om dat nog verder uit te gaan leggen. Ik ga bij deze ook heel snel de live uitzetten. En de spulletjes opruimen. De live zet ik vanavond of morgen wel weer op ons YouTube kanaal. Kun je hem op je gemakje weer terugkijken. Producten staan gelinkt in de webwinkel. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne middag. Bedankt allemaal voor het meekijken. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei!